bastante. Já é uma dessas. Alô, alô. Ik wil dat de markt terugleeft. En dan meen je dat ik toen ook dat gazetje gemokt heb, hè? Nee, heb je al iets gepakt. Ja, ja, maar dat is leuk, hè? Nieuwe Ruppelmonde. Jawel. Ga jij de bloemetjes verkopen? De bloemetjes buiten zetten? Ja, ik ga het proberen toch wel. Nu komen we in deze periode omdat ik tenminste mij wel leren kennen tegen dat het in de lente het seizoen begint te worden. Ik ben aan de kant van die. En hoe zit hier geraakt? Met die met kipmarkt staat, die staat bij mij op een andere markt en hij zegt ik wil geen Hispanen bij ons komen staan, maar met een keer nog een bloemist. Wel. En vandaar ben ik hier. Een brave kiekenboer, hè? Heel erg bedankt en heel hard welgekomen. Dankjewel. Ja, wat vind je ervan? Is het een brave mens met een bloemist? En allemaal lekker fruit. Natuurlijk. Ja, ja. Zo moet dat, hè? Zo moet dat. Natuurlijk dat gezond. Die vitamine krijgen. Ik ga u dat meegeven, dat is voor een pas begin. Dat is een lagere soort, die blijven wat korter. Ja, ik kan ze erop kloppen. En waar een test van een boordje neemt. Alsjeblieft. Bedankt, tot ziens. En wat vinden van uw nieuwe buurt? Ja, wel, dat is in de markt. Een brave mens. Ja. TV. Ah ja, oké. Okay. Alles positief, hè? Ja, zeker weten, hè? Voilà. Maar Alex, je bent toch wel erin geslaagd om de nieuwe kraan bij ons te krijgen? Allemaal door zijn best voor u om de markt terug vol te krijgen. Ja. Nou, hier bij mij al in de volgende keer. En de bloemenman is op een ander markt bij mij en hij was geïnteresseerd. Om maandag terug markt te doen. Ja. En daarmee hebben wij een kraan mee. Schitterend. Heel erg bedankt voor heel Ruppelmonde en omstreken. Heel erg bedankt. Dankjewel. Goeie, bedankt.